Goedemorgen allemaal. We rijden weer heerlijk op het platteland. Want we zijn vandaag weer onderweg naar een boerderij. En dit keer niet zomaar een boerderij, maar een boerderij die ook hooiberghutten heeft waar je kan overnachten. Maar dan hebben jullie even een idee van door welk prachtig landschap ik hier rijd. Tot zo! Bij de Hooibergenhut op boerderij De Omrand. En naast me zit... Ik ben Hanneke van Oosterom en wij verhuren hooibergenhutten voor gasten die fietsen, wandelen, van wandelen houden. Kleine kinderen, is genoeg te doen voor kleine kinderen. Best gezellig hier boven in het stapelbed. Vanaf hierboven zie je de hooibergenhut pas echt goed. Kijk maar met me mee. Tafelbed. De keuken. Toiletten. Eetkamertafel. Oh, je clean. Hi. Hi. En we zitten hier voor een van de hooibergen die hier op deze locatie staan. Maar jij vertelde net, er zijn meerdere locaties met hooibergenhutten, toch Hanneke? Ja, er zijn meerdere locaties. Vooral in het westen van het land en ook een paar in Noord-Holland. Eigenlijk zouden we heel graag willen groeien op het hele land. Dat is natuurlijk voor mensen ook steeds leuker, dat ze van hut naar hut kunnen fietsen of rijden. En dan overal dezelfde service vinden, wat ze bij de andere hooibergenhutten ook vinden. Okay. Overal dezelfde bedden, dus... inrichting. Ja, en het is dus een vereniging. Het is een vereniging, ja. Een vereniging van boeren. Ja. Met sommige minicamping erbij, maar allemaal met hooibergenhutten. Okay. En gezamenlijk doen we de PR en de communicatie. En de communicatie, ja. Leuk. Ja. Nou, dan gaan we eens even kijken bij de hooibergenhut. Helemaal goed. Nou, het ligt lekker hier hoor, in de hooibergenhut. Boven in het stapelbed, tegen het dak aan en het is hier lekker gezellig. De koeien lopen hier lekker in de wei. En nu even bijkomen op bed, op het stapelbed in de hooibergenhut. En je kan hier gewoon overeind komen. Daar is het keukentje. En hierboven hebben wij... Hey. Hallo! Tafelbedden bij Annelies. En de koffie. Wat hebben we, Hanneke? En de koffie met warme melk, vers van de boerderij. Zo, je uitzicht. Op het bos. En je kan lekker trampoline springen. Hoi Hanneke. Hoi. En als mensen nu willen overnachten bij jullie, hoe kunnen ze dan jullie vinden? Op www.hooibergenhutten.nl. Daar staan de locaties op. En je kunt ook altijd de desbetreffende boer even bellen. Maar je kunt ook via de direct reserveren, gelijk een hooibergenhut reserveren. Oh, oké, dan kan je gelijk zien wat er beschikbaar is. Ja, je kan gelijk zien wat er beschikbaar is. En bij twijfel kan je altijd even bellen of een mailtje sturen. Oké, en Facebook, zijn jullie daar ook? Ja, zijn we ook op actief op de hooibergenhutten. Ook hooibergenhutten? Ja. Apenstaartje. Ja. En daar staan ook de diverse locaties. Ja, staan ook alle locaties op. Ja. Ja. En dan kan je dus ook... deze vlog terugvinden of foto's van andere locaties. Ja, en ook van kalfjes, van koeien, van alles staat erop. Want alle hooibergenhutten zijn op een boerderij? Ja, alle hooibergenhutten staan op een boerderij, ja. Dus wil je lekker overnachten en bijvoorbeeld hier werken in de buitenlucht,
allemaal mogelijk. Ja, ja. Lekker op de boerderij spelen, bij de dieren. Erg leuk voor kinderen ook, natuurlijk. Ja, ja. De meeste kinderen hebben het ontzettend naar hun zin. Skelter, trampoline, schommel. Allemaal leuk. Dus geniet van het buitenleven en ga naar hooibergutten.nl.